Ik ben Ilse Snijderberg, ik ben cliëntbegeleider bij SNL Zorg. Het werken met ouder wordende bewoners is echt heel anders dan in de ouderenzorg. In de ouderenzorg heb je vaak heel veel individuele begeleiding. Wij werken heel vaak groepsgericht. Onze ouder wordende bewoners wonen vaak al heel lang bij elkaar. SNL Zorg bestaat al 32 jaar en er zijn een aantal ouder wordende bewoners die ook al zo lang bij elkaar wonen. De dagbesteding voor onze doelgroep bestaat vooral uit het behouden. Het moet vooral ook erg gezellig zijn. We knutselen, we werken vaak aan thema's, in gezellige groepjes bij elkaar. Koffie drinken ontbreekt nooit. We vinden het ook altijd heel erg belangrijk dat mensen veel buiten komen. Dus we proberen ook altijd veel te wandelen met de cliënt. Om met onze doelgroep ouderwordenden te kunnen werken, heb je de opleiding MMZ, verzorgende IG, nodig. En natuurlijk nog een aantal andere competenties. Je moet vooral geduld hebben, affiniteit hebben met de zorg, dat is natuurlijk nog het allerbelangrijkste. En vooral van gezelligheid houden. De zorg voor onze ouder wordende bewoners is best wel pittig. Er is best wel achteruitgang. Gelukkig hebben we voldoende middelen tegenwoordig om ons te helpen tilliften enzovoort. Dus daardoor is het wel goed te doen. In hun vrije tijd gaan onze bewoners heel graag gewoon lekker tv kijken, een lekker bakje koffie drinken, met z'n allen gezellig aan tafel zitten, lekker kletsen, een spelletje doen. Vooral de gezelligheid is heel erg belangrijk voor onze bewoners. Mijn werkdag is geslaagd als ik echt contact heb gehad met de bewoners. En daarmee bedoel ik een glimlach heb gehad of gewoon een goed gesprek of gewoon een één-op-één moment. Maar dat we echt gewoon in contact zijn geweest.